bij aflevering 8 van seizoen 1... ...van de Feyenoord-Korea in de 17. Leuk dat je weer kijkt naar FCIC... Ik moet je natuurlijk enorm bedanken voor alle reacties van alle laatste video's over de transfers. Maar we zijn nu wel de transferperiode uit. Natuurlijk betekent dat niet dat ik jullie suggesties niet meer noteer. Dus als je nou echt zoiets hebt van die moet je halen. Laat dan nog maar een reactietje horen. En dan ga ik er in de winter naar kijken. Maar het zou wel net zo leuk zijn natuurlijk als we reacties krijgen die passen bij de spelers die we nodig hebben. Zoals laatst met Patrick van Aanholt. En uh, ja, op zich die middenvelder van El Amadi wordt oud enzovoort. Dat is ook wel begrijpelijk. Je ziet Jurgensen en Eliard die zijn uh, op dit moment buiten uh, land. Die zijn uh, namelijk uh, in, in Nationale carrière aan het spelen. Elia bij Nederland. En uh, Jürgensen bij Denemarken. Toch? Ja, Denemarken. Ja. <laughs> Voetbalbond China. Uh, China. Wauw, dat is ook echt verschrikkelijk. <laughs> Voetbalbond China. Die zeggen we nee tegen. Want ik uh, wil eigenlijk alleen bij het Nederlands elftalbondscoach worden. Misschien bij België. Dat lijkt me op zich wel interessant. Maar ik denk dat ik eerder een aanbieding krijg bij Nederland dan in België. Want dat is toch nog een... Ja, ik vind België op dit moment zeker een beter team hebben dan Nederland. En ik, ik denk ook dat het logischer is dat je als nationaliteit diezelfde land... Uh, nummer, even veranderen. Heen en weer een beetje secteer. Je ziet een aantal andere nummers veranderen. Heb ik daarna allemaal gefixt. Dus dat uh, komt allemaal goed. En dit is dan de opstelling uh, van de spelers tegen Excelsior. Later deze aflevering spelen wij tegen Manchester United. En ook op legendarisch trouwens. Maar Larsson gaat toch echt zijn debuut maken in deze wedstrijd tegen Excelsior. En uh, ja, Patrick van Aanholt die komt later nog uh, in de aflevering. en Misschien wel deze wedstrijd. We zullen zien langs. Uh, bij de rest de Zweedse Links voor Sam Larsson. Voor 7,5 miljoen overgekomen van SC Heerenveen. Die moet het gaan doen voor ons. Die moet het links voor gaan doen in het shirt van Feyenoord. En al zijn allereerste uitdaging is SBV Excelsior. Excelsior begint met Hasselbank en Freddy aan de zijkantjes. En Van Duinen voorin. Wij beginnen met Larsson en Torstra. Dus een beetje een, een valse rechtsbuiten. En dan Kuit die fungeert als een, een soort van valse rechtsbuiten. En uh, aanvallende valse spits is bijna. Want... Ja, we lopen allemaal over elkaar heen, eigenlijk op dat je plek. We doen weer het, uh, van de zijkant naar de linkerkant, naar de, de rechterkant. Doen we weer, maar aan de rechterkant is toch heel veel ruimte. Dus we gaan daar een beetje combineren. Hele mooie paas op Sanchez. En die scoort zijn allereerste doelpunt in het shirt van Feyenoord. Sanchez, waar we bijna even vergeten. Want hij heeft nog maar één wedstrijd gespeeld tegen Go White Eagles. Waar hij volgens mij wel een assist had. Maar hier dept hij er even lekker op los. Want wat een heerlijke assist van Jurgensen ook. Karstorp naar El Amadi, naar Jurkensen. En die gebruikt gewoon even een geskilde paas. En die die uh, onze speler van Bayern München. Natuurlijk voor ons leencontract. Ons speciale leencontract met spelers van Bayern München. Dus als er nou nog een speler van Bayern bij zit. die we kunnen lenen in de winter. en die hebben we echt nodig. Misschien dat jullie nog een beetje research kunnen doen van, voor mij. om dat te gaan bekijken. En dan kunnen we dat gewoon gaan doen. Daar is. IJsbrand Icy, die heel erg blij is met zijn, uh, met zijn goal, natuurlijk. Dirk Kuyt dan hier, die kan een mooie, mooie beweging doen. Ja hoor, Dirk Kuit. Die een lekker assist op Sanchez. Hij moet natuurlijk gewoon worden. oké, okay, en 0-2. Lekker ingeschoten van Sanchez. Renato Sanchez, die laat zien waarom hij natuurlijk die superster is. Het is een beetje een ongemakkelijke ongemakkelijk soort van uh, beweging. Ik weet niet precies wat dat was. Maar Lekker zo'n knal, zo'n onderkant lat. En hier Dirk Kuijt met gewoon een geweldig assist. En nu begrijp ik wel waarom hij de speler van de maand was in de E-Divisie. Dat heeft hij ook gewoon keihard verdiend. San met zijn nummer 30. Happakee, om een kantje lat. En Excelsior fans die weten al wat er gaat gebeuren. Dit wordt gewoon een, een overloper tijdje. Dit wordt een, uh, dit wordt een ruige boel. Want het kan nog wel eens heel erg moeilijk gaan worden voor de jongens. En het wordt ook moeilijk. Want ze zijn een beetje slordig in de Excelsior verdediging. Want wij zetten heel veel druk. Dus Hasselpank hier naar Kuipers. En die kan hem niet goed kwijt. Elamari dan. En Kuit gaat heel mooi. Verbinden, Torstra kuit, Torstra kuit. Legt hem in de box, Torstra. En het is niemand minder dan Sam Larsson. Die scoort 0-3. En dan is deze wedstrijd toch wel echt beslist hoor. Sam Larsson die zijn allereerste doelpunt maakt in zijn debuut. En dat is natuurlijk wel een speciaal iets als je daarbij mag zijn. En daar is een Torstra, Jurgensen. En Sanchez, de man van de twee doelpunten. Zeker wel waarschijnlijk de man van de wedstrijd vandaag. Weet je een aparte voorstel. Dat je zou denken dat daar Jurgensen die bal zou kunnen krijgen. Maar Larsson die kopt hem naar beneden. Net onder de keeper door. Dus dat is wel heel erg. Gelukkig dat we, dat we hem zo, eigenlijk zo ver krijgen. Maar ik ben blij dat, uh, dat het gelukt is. 0-3. Wordt het nog meer? Nee, het wordt niet meer. Het wordt zelfs minder. Het is Excelsior met Pelupsi naar Van Duinen. En daar is hij hoor. Hasselbank. Hasselbank. Die, uh, die doet het gewoon heerlijk. Ik ben wel een fan van Hasselbank. Leuke speler. Ik kreeg zoveel commentaar op mijn laatste spelerscarrière. Dat ik, uh, nou niet zoveel commentaar, maar hè, uh, een paar reacties, toch al vijf of zo, dat ik die namen verschrikkelijk uitspreek. Ja jongens, dat kon je verwachten. Als je zoals mij zoveel verschillende namen moet opnoemen, ga je natuurlijk een keer fouten maken. Want stel je voor dat je hele editie moet opne opnemen en dan ook al die namen, ja dan ga je natuurlijk fouten maken. Dus excuus daarvoor, maar ik doe mijn best. Van Arnold kwam er ook nog in, hè? Zoals we daar zagen ingewisseld worden. Van Anhold, die uh, kwam erin. En die heeft ook zijn debuut gemaakt. Maar die heeft maar heel kort gespeeld. Om een beetje wat in de benen te krijgen. Voordat we gaan spelen tegen Manchester United. Want dan wil ik van Aanholt wel degelijk in gaan zetten. Dit is met de perspraat. Ik had iets gezegd over die persconferenties en facecam. Helaas, op dit moment uh, kan ik even geen facecam doen. Maar dat komt allemaal binnenkort wel. Maar wat ik graag zou willen is dat jullie voor de volgende wedstrijd tegen Venebadje. Graag gaan vragen gaan stellen op deze aflevering echt over uh, hoe de stand van zaken is. Nu mag ook de volgende aflevering, want dan spelen volgens mij nog niet tegen Venebatje, dan is dus het even een break. Maar echt uh, persconferentie vragen en dan ga ik ze als een persconferentie beantwoorden, dus niet uh, uh, waarom. Uh... Ja, weet ik veel. Waarom heb je die kleding aan of zo bij de persconferentie? Dat is niet echt een vraag. Meer gewoon echt uh, van... Uh, waarom kies je ervoor om Marston om te kopen en niet die speler? Of uh, omdat hij uh, gehint werd? Of waarom gebruik je de keeper niet? Echt van uh, over de selectie of misschien over de club. En dit mag ook wel linken met een beetje wat in het echt gebeurt. Want daar hadden we natuurlijk ook gewonnen van uh, United. Um, dat, en dan een ronde verder. Nou, nu wordt het heel erg lastig om tegen United te winnen. Legendarisch. Ik denk niet dat het gaat lukken om eerlijk te zijn. Maar hopelijk. Misschien kunnen we de punten dan wel pakken tegen Fenerbahce in de volgende wedstrijd. Maar ik, ik hoop op een gelijk spelletje hier. Manchester United tegen Feyenoord. Dat is een fantastisch affiche. En de opstelling zullen we zo gaan bekijken. Dit is José Mourinho. Je mag ook José zeggen. Maar José. <laughs> Dit is uh, gewoon een leuke naam. Wat een fantastisch mooi stadion. Manchester United, Old Trafford. En dit is de pool hoor. We hebben dan niet precies dezelfde pool zoals uh, wij hebben bij Fino. Dit is trouwens de opstelling. Uh, Martial begint op links. Mictarian op rechts. Zijn we echt flinke spelers. Maar uh, ja, ik had al verteld hoe dat zat natuurlijk in de allereerste aflevering. Waarom we niet precies de namen hebben. Slecht verdedigd. Snellering naar Rooney. Die kan kappen. Dit wordt hem natuurlijk gewoon 1-0. Nee, het is Vermeer. Vermeer houdt ons in de wedstrijd. We zitten niet meteen met 1-0 achter. Want dan ben je natuurlijk helemaal klaar. Hè, in de 90ste minuut. En Rooney die had hier wel meer kunnen doen. Vermeer met een fantastische redding. Lekker over Meer. En uh, ja, jullie hebben ook, ook gestemd over die Vermeer of jones uh, besturen en zo. En jullie hebben gezegd dat Vermeer gewoon blijft staan. Dus Jones gaat voor de bekerwedstrijden spelen. Of Warner Haan. Dat is in jullie deze aflevering om te stemmen. Warner Haan of Jones. Kopbalkans Sanchez op Romero. De oud-AZ-keeper die stopt hem. En die uh, zorgt ervoor dat ook Manchester United nog in de race blijft voor de volledige drie punten. Maar ik vraag dus aan jullie. Jones of, uh, of Warner Haan in de bekerwedstrijden. Of misschien om en om. Dat is aan jullie. In de tweede helft hebben deze gasten deze cijfers. Berghuis en Sanchez doen het eigenlijk het allerbeste met Van Beek. En natuurlijk Vermeer, die ook in een goede wedstrijd speelt. In de 53ste minuut is het Harry Kane gekocht van Tottenham bij United. Deze carrière, boom! En Vermeer uit hem tegen. En Griezmann, die is ook overgekomen, maar die speelt vandaag niet. Nog een kans voor Pogba en Karstorop. Die redt bij de eerste paal, maar er wordt slecht verdedigd. En heeft zijn kans om mooi uit te verdedigen. Ik wil hier even een mooi momentje laten zien. Gewoon dat er lekker gevoetbald wordt in het shirt van Feyenoord. Moet je kijken. 1, 2, 3. Er is hij hoor. Happakee. Balletje eroverheen. En Elia die kan fantastisch lekker doorlopen. Gewoon een, een lekkere actie. Misschien dat we hier nog zelfs iets uit kunnen creëren. Eljero Elia gaat hem volgeven. Nee, gaat zelf. Maar Bailey die stopt hem. Die Euforiaan zorgt ervoor dat we daar niet verder kunnen. Jammer genoeg. Oud Villarreal speler. Leuk. Bailey. Echt een uh, mooie gast. Ibrahimovic speelt drie man uit. Gaat voor het schot. En het is opnieuw Vermeer. Het is opnieuw Vermeer die hem tegenhoudt. Lekker dan. Misschien dat wij dan eindelijk iets kunnen gaan doen. 72 minuten. Het is Dirk Kuyt. De man van de speler van de maand. Elia. Mooie aanname. Dat kan nog wel eens gaan worden. El Gero Elia. Het ah, schiet net langs. En dan wordt hij eigenlijk meteen gewisseld. Toevallig. Was niet per se voor die actie. Maar dan wordt gewoon toevallig gewisseld. Sam Larsson komt erin hoor. Sam Larsson komt erin. En ook aan de rechterkant wordt er een aanpassing gemaakt met Berghuis. En nou, we moeten natuurlijk gewoon wat gaan doen. Larsson dan hier. De man die net ingekomen is. Miktarian. Meer zit er heel goed bij. En nu kunnen we counteren. De bal gaat naar de linkerkant van Arnold. En dan is het Larsson. Die kan zijn sprintje gaan maken. En Pogba, die kan hem ineens bijhouden. Want er wordt mooi samengespeeld met Jurgensen. Larsson nog een keer terug naar Jurgensen. In de diepte. En hier. Dit is precies zoals we gehoefd hebben op de training hoor. Daar is hij. Larsson gaat voor een goal. Nee. Oh, toch wel. Het is Larsson. Het is Larsson. Sam Larsson. En die scoort 0-1 in het 83ste minuut tegen Manchester United op legendarisch niveau. Het was echt een fantastische wedstrijd om te spelen. Want je, je voelt gewoon dat het steeds meer dichterbij komt. En ze komen steeds minder in die wedstrijd. Alhoewel ze krijgen wel een aantal kansen. Maar Romero die kan niet goed reageren. Kan niet die bal klemmen. Want het was ook gewoon een hard schot. En natuurlijk, we gaan helemaal gek. Want we hebben gewoon die... Drie punten, misschien niet, want ze kunnen nog gaan aanvallen. Misschien die één punt sowieso wel. Je zou denken, dat kunnen ze bijna niet meer fixen. En ja hoor, we hebben er drie punten. We hebben er drie punten uit bij United. Dat is toch wonderbaarlijk. Wonderbaarlijk dat ze drie punten hebben. En José Mourinho, die geeft het handje. En die, uh, die zegt nee. Josie, dat uh, gaat hem niet worden voor hem. En die zal flink afgezekerd worden in de pers, zoals het ook was. Toen Manchester United op zoek was bij Feyenoord. Maar toen hadden ze niet zulke grote spelers staan. Alhoewel, ik denk de volgende keer dat ze misschien wel met een beter elftal komen. Sam Larsson met een 8,0. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Blauw duimpje als je hem leuk vond. Abonneren is gratis, kan altijd. En natuurlijk die suggesties en die persconferentievragen. En vergeet niet te stemmen. Een heleboel huiswerk. Tot de volgende keer. Ciao.